Oud-West-Friese dansgroep uit Weidenes is vandaag vertrokken naar Noord-Macedonië. Zij vliegen naar de hoofdstad Skopje. Beb Dekker, jullie oefenen wel op een bijzondere plaats. We zijn hard aan het oefenen voor ons optreden in Skopje, in Noord-Macedonië. Want daar gaan we komende donderdag heen. En waarom gaan jullie daarheen? We zijn uitgenodigd om daar bij een festival te zijn. Dat festival dat heet Kazi Baba. En daar komen meer groepen en daar komen wij dus ook. Noord-Cyprus komt daar bijvoorbeeld. Er komt een groep uit Roemenië. Er komen verschillende groepen en wij zijn ook uitgenodigd. En we mogen daar zijn. Jullie moeten dat zelf bekosten of zijn jullie helemaal uitgenodigd door die organisatie? Dat zou mooi zijn. Nee, de reis betalen we zelf. En het verblijf daar wordt door de uitnodigende groep betaald. Noord-Macedonië is geen rijk land. Dus het is allemaal een beetje zuiniger dan we wel eens anders gewend zijn. Maar dat is ook prima. We verspreiden de folklore en dat vinden we prachtig. Noord-Macedonië heeft een mooie oud-historische gebouwen en hopelijk kan de dansgroep daarvan genieten. Noord-Macedonië is geen rijk land, dus het is allemaal een beetje zuiniger dan we wel eens anders gewend zijn. Maar dat is ook prima. We verspreiden de folklore en dat vinden we prachtig. Doordat zij contacten heeft met de organisatie in Schagen, krijgen zij regelmatig uitnodigingen om in andere landen op te treden met de dansgroep. Ook binnenkort bieden zij onderdak aan een groep. Want wij krijgen vlak als we terugkomen uit Skopje, krijgen we alweer een groep Letten te logeren uit Letland. Die komen dus bij ons, want die gaan dus dit jaar, is het Werelddansfestival weer in Schagen. En daar gaan zij dansen en dan komen ze bij ons logeren. Maar wanneer komen jullie weer terug? Volgende week dinsdag. Het is eigenlijk maar kort. We gaan donderdag heen en we komen dinsdag terug. Het is een lang weekend. In ieder geval veel plezier in Noord-Macedonië. En jullie zullen zeker succes hebben. Vooral met jullie klededracht en de muziek. In het verleden zijn ze al zo ontzettend enthousiast over ons. Het grappige is ook, of het wonderlijk is ook. Als wij daar komen zijn we altijd een tamelijk oude groep. Want daar danst het volk 20 jaar. En van 20 of 22 jaar. En daarna stoppen ze. En wij zijn dus eigenlijk ja, gewoon veel ouder. Dat is op zich al voor hun heel verwonderlijk. Volgens mij dansen ze altijd op de bas. Want dat is eigenlijk de maathouder. Dat klopt. Ja, dat klopt. Alleen nu gaan we naar Macedonië toe. En heb ik geen bas. Noord-Macedonië hoor. Noord-Macedonië gaan we naartoe. En daar heb ik de bas niet mee. Want dan moet er een kist komen. Dan moet hij in het vliegtuig. En dat kost heel veel centjes. Dus ik neem de gewone gitaar mee. En op de gewone gitaar zit ook basnaar. En dan speel ik doeng, doeng, doeng op de bas. Had je dan niet gewoon een basgitaar kunnen kopen tijdelijk? Ik had een basgitaar mee kunnen nemen. Alleen, dit leek me handiger. En een basgitaar staat ook niet zo bij de oude folkloristische kostuums. En deze gitaar past daar beter bij. Je doet een heleboel in de muziek. Is dit bijzonder om een dansgroep te begeleiden? Nee, dat is al 70 jaar dat ze begeleiding hebben van accordeonisten en een bassist. Hiervoor staat Jan Krul erin, die ken je misschien ook wel. Jan Krul speelde tot zijn 95e nog op de contrabas. Dus het is niet vreemd dat er hier een bassist bij is. Nee. Ja. Ben je wel eens in Macedonië geweest, in Noord-Macedonië? No, senor. No, nooit geweest. Het is een mooi land. Is het zo? Alleen het is lekker goedkoop. Nou, dat komt mij uit, want ik ben een arme sloeber, dat weet jij. Hey, jullie gaan donderdag weg, dinsdag weer terug. Nou, ik zou zeggen veel plezier. Oké, Bert, hartstikke leuk en dankjewel. Leuk dat je er was.